Dames en heren, welkom bij de Sauwelavond 2023! Ja, de eerste Sauwelaar doet voor de derde keer mee. De eerste keer stond hij in de ton als Fredje Friet. De tweede keer, dat is 3 jaar geleden, als Peter de Landmeter. En dit jaar als Dirk Denissen, de nieuwe trainer van Audace. Hier is Mark Bogas als Dirk Denissen. Ik dacht, als je dan toch als eerste moet. Ja, kom niet voor, dank je. Ik moet rechts van mij komen. Zo, kijk eens aan. Een volle zaal. Goed publiek. Goeie Sauwelaars. Al hadden we maar één van deze dingen gehad vanavond, hè. Dan zult het al zeker een hele mooie avond worden. Zeker weten. Schitterend. Het is mooi, ik loop hier net zo door die zaal naar binnen. Zie ik daar een oude meid zitten. Hey Dirk, kende me nog? Ik zeg ja. Volgens mij hebben wij hier nog ooit achter in het pastoorspetje stond te flikvlooien. Ja, dat klopt. Dat is tegenwoordig bijna dichtgegroeid. Ik zeg dat klopt. En het pastoorspetje ook. Er zijn er meer geweest, Dirk. Ik was hier vanmiddag ook al, maar ik was veel te vroeg. En op het plein was het nog Mert. En daar stond iemand met een kraam en die verkocht kit en lam en plakband en dubbelzijdige tape. Tenminste, dat denk ik. Want hij riep de hele tijd, kom op mensen, wie maakt me los? Toen ben ik hier naar binnen gelopen om te kijken of ik nog iets kon eten. Ik zeg tegen die mevrouw, maak ik een friet met en een frikandel speciaal. Tikt er iemand op mijn schouder. Meneer, u staat hier in de bibliotheek. Ik zeg, oh sorry. Mag ik een friet met en een frikandel speciaal? Nogmaals een goede avond allemaal. Ik ben Dirk Denissen. Ik heb het misschien al gehoord of gelezen, maar ik ben de nieuwe hoofdtrainer van Audacia. Ik kom hier vanavond de nieuwe selectie voor het komend seizoen bekendmaken. We beginnen in de achterhoede en werken zo onze weg naar voren toe. Daar gaan we. De keeper. In de goal hebben wij iemand nodig met stalen zenuwen. Iemand die een man of 11 ver kan gaan. Die ervoor zorgt dat het een succes is. En een echte aanvoerder. Op doel, Prins Frans de Tweede! Frans heeft vroeger, die nog in het chap woonde, in de buurt gecollecteerd. In zijn keeperspakje. Ja, voor een goed doel.
Maar we gaan de lat voor Frans niet te hoog leggen. Ja, hallo, Frans. Ja, het over jou, hè? Ja, Frans, die heurt niet meer zo goed. Daar is hij pas geleden nog voorbij de dokter geweest. Frans, zegt hij een dokter, ik moet een staaltje van uw urine hebben, van uw ontlasting en van uw sperma. Hij draait zijn eigen hulie Marion. Waar zit hij? Denk je de volgende keer uw onderbroek mee moet nemen, want daar zit het gelijk in. Gaan we naar de volgende linie, de verdediging. In de verdediging wil ik op links en rechts met twee mannendekkers gaan spelen. Ja, dat hoorden jullie goed, mannendekkers. Twee rotsen in de branding. Mannen die niet bang zijn om de hete vuren te gaan. Die erop gebrand zijn om de boel achter dicht te houden. En waar vond ik die? Bij de brandweer. Toen ik pas over de T31 naar Audacia reed, was er op de rotonde een brand geweest. En die was net geblust. Bovenop die rotonde zaten twee brandweermannen. Moeten we eigenlijk voorstellen. De ene brandweerman lag in zijn blote kont met zijn broek op zijn enkels, afgepeigerd en wel, over zo'n grote houteren rol. De andere zat er aan de zijkant tegenaan met een sigaretje in zijn mond. Ik zeg, wat is hier gebeurd? Hij heeft rook ingeademd. Ja, en? Hij heeft een mond-op-mond beademing gegeven. Daar is het wel mee begonnen. Bij de eerste training waren ze al te laat. Ja, hij is net van de ladder van 10 meter afgevallen. Ik zeg, 10 meter? Je bent toch niet geblesseerd, hè? Nee, want hij stond pas op de eerste train. Zitten er toevallig brandweermannen in de zaal? Les 1 op de brandweerschool, je weet het misschien wel. Wat moet het doen als uw kleren vlam vatten? Niet aantrekken. Komen we bij de laatste man. Achterin heb ik lengte nodig. Maar er mag geen grammetje vet aan zitten. Iemand die een bloedbad aan kan en een slachtveld kan voorkomen. De butcher van Gijssel. Art van Dal van Slagerij Ketelaars. Art van Dal. Ja, ik was in het begin ook heel blij, maar Judith was er niet mee eens. Hij is al zo weinig thuis en we doen al zo weinig samen. Ik zeg, ga ik jullie nooit naar de bioscoop of zo dan? Nee, zegt ze, wij hebben paté thuis. Ook bij slagerij Ketelaars ontkomen ze helaas niet aan de inflatie. Alles is duurder geworden. Gaat bij jullie het vlees ook omhoog? Vroeg een vrouw. Deze zomaar eens kunnen zijn. Komen we bij het middenveld. Of beter gezegd, de middenstand. Op de rechts halfpositie, Corné Zoontjes van Rood. Pilske Dirk, vroeg Kanij, toen ik weer eens een keer lekker aan de bar zat daar. Hoppakee. Zeker. Deze was het. Zeg Kanij, weet jij het verschil tussen een pilske en een penalty voor Audacia? Een pilske gaat er altijd in.
aan de andere kant van de bar zie ik een Chinees zitten. Mag ik jou eens iets vragen? Ben ik toevallig een Chinees? Nee, zegt hij, ik ben geen Chinees. Pilsken of zes later probeer ik het nog een keer. Hey, weet ik zeker dat ik geen Chinees ben? Nee, ik ben echt geen Chinees. 8 pilsjes later. Ik weet zeker dat jij een Chinees bent. Nou, zegt hij, als ik jou daar een plezier mee doe, ik ben inderdaad een Chinees. Ik zeg, dat zullen we niet zeggen. Op links half. Onze enigste internationale speler van House of Shoes, Pieter Lightfeet. Daar ben ik van de week nog even binnengelopen. Hey Dirk, kan ik jou ergens mee helpen? Ik zeg ja, ik zoek een paar schoenen voor een vriend van mij. Dat kan. Welke maat? Verhenk. Henk. Echt waar? Zelf ook meteen een paar nieuwe schoenen gekocht. Ze zullen de eerste dagen nog wel een beetje knellen, Dirk. Ik zeg, dat geeft niks, ik doe ze toch volgende week pas aan. Als ik wil afrekenen, zie ik achter de toonbank dat ze voor het Viagra verkopen. Ja, zegt Peter, dat is meer voor de bejaarde mannen die hier nieuwe schoenen kopen. En die snijden zo'n Viagra-pilletje in 4 stukjes. 4 stukken? Komt hij dan ook maar voor een kwart? Ja, dat klopt. En dat is net genoeg, dat is niet over de nieuwe schoenen heen pissen. En dan, op de mid-positie, de keurmeester van Gijssel, de Salbé van het Sint-Jansplein, de foie gras van het Pierenwaarsrijk, de wesp in de pels van de tegenstander, bij Wout. Wout heeft tegenwoordig escargots op het menu staan. Dus ik dacht, die ga ik eens even proberen. Bij het bestellen vraagt Wout, wilde de Franse escargots of de illegale? Ik zeg, best verschil. Nou zegt hij, bij de Franse escargots zit er 1 slak in het husken en bij de illegale 10. Ik zit daar mijn gehuisvesten slak naar binnen te slurpen. Wie zit daar een paar tafels verderop, samen met zijn vriendin? Prins Alex van de Springweren. Yeah. Daar zat hij. Die zitten daar romantisch te dineren. Dat ben je toch weer verdomd ongezellig vandaag. Je zit al een uur naar je kapstok te kijken. Ja, zegt Alex, ik kijk naar mijn jas. Doe toch niet zo raar, man. Ik zit er ook niet de hele tijd naar mijn jas te kijken. Ja, dat is ook niet nodig, want die hebben ze nu geleden al weggehaald.
aan het tafeltje neffen ben, zit in een mens met 7 glazen spa rood voor zijn neus. Ja, zei Wout. Het duurde even voordat we het in de gaten hadden. Maar hij stottert en wou eigenlijk alleen maar spaghetti bestellen. Komen we bij de voorhoede. Op rechts in de aanval, Dundroef. Is je vandaag niet? Dundroef. Echte Ajaxiet. Wie niet weet wie Dundroef is, moet maar aan de Gilles vragen. Kom dan een keer voetbal kijken, Dirk. Zeker. Als ik binnenkom, zit Dundroef samen met zijn hond op de bank voetbal te kijken. En iedere keer als Ajax scoort, dan springt die hond op zijn achterste potjes, begint hij te kwispelen en te blaffen en te doen allemaal. Ik zeg, Droef, wat gebeurt er als de tegenstander scoort? Dan mocht hij een dubbele salto. Ik zeg, oeh, voorover of achterover? Dat is maar net hoe ik hem raak. Kijkte jij ook wel eens iets anders als voetbal? Ja, ik kijk ook wel eens naar de slimste mens. Ons Harriet. Op links in de aanval is maar 1 kwaliteit vereist. Techniek. Hier hebben we iemand nodig die een vrije trap op een paar millimeter nauwkeurig in de kruising kan plaatsen. Die in een wedstrijd exact, maar dan ook exact 180 graden kan laten kantelen. En laten we eerlijk zijn, er is maar 1 man hier in Gijssel die technisch zo hoogbegaafd is om in aanmerking te komen voor deze positie. De meest technische prins die we hebben, Prins Stefan van de Dorslegels. Dus ik naar de Zandstraat, daar waren ze de carnavalswagen naar buiten aan het rijden. Maar die kwam aan de bovenkant klem te zitten. Hadden ze die wagen te hoog gebouwd? Prins Stefan en adjudant Robbie, die staan erbij te kijken. Misschien lukt het als we lucht uit de banden laten, zegt Rob. Daar schieten we niks mee op, Robbie. Hij zit bovenvast, niet onder. Toen ze hem eindelijk buiten hadden, kreeg ik nog een rondleiding op de wagen. Kijk, zegt Stefan. Deze zijn 5-laagse watervaste multiplexplaten die met 3-duimse klinknagels verankerd zitten aan de hoekijzers. En voor de afwatering gebruiken we gegalvaniseerde trekbuizen die met een opengewerkte poelingsschevel worden losgekoppeld aan de tapse end. Even met een schuuptol eroverheen en je ziet er niks meer van. Klopt dat wat ik zeg of niet? Ik heb een beetje flauw idee, maar goed. En dan, de spits. Het geheime wapen. Waar je aan de buitenkant niet kunt zien wat er van binnen allemaal in zit. De enigste in Gijssel die echt alles heeft. Weet u wie dat is? Ja. Weet u wat? Ik tel tot 3 en dan roep het met z'n allen, ja? 1, 2, 3. Johan! Juist, Johan van Wezel. Heel goed. Ik loop bij Johan heeft het naar binnen. Zie ik een bordje. Pas op voor de hond. Ik loop verder. En ik zie langs de kassa een oude hond liggen. Ik zeg, is dat best zo gevaarlijk dat je daarvoor moet waarschuwen? Nee, zegt Johan, maar er zijn al 10 man over die hond heen geflikkerd.
Bij de kassa hoor ik een vrouwtje. Johan, heb je ook afslankpillen? Nee, zegt Johan, ik heb iets veel beters. Afwasmiddel. Afwasmiddel? Ja, kijk maar, het staat erop. Verwijdert al het vet, zelfs het hardnekkige. Voor goed advies kun je altijd bij Johan terecht. Johan, voor mijn kat ben ik op zoek naar een krabpaal. Waar moet ik bij de aanschaf op letten? Nou, je zou het kunnen zeggen, hoe groter de poes, hoe dikker de paal. Goeie advies. Toen kwamen nog een mens binnen en die kocht een blikje kattenvoer van de wiskas. Je kent dat wel. Ik zeg, jij hebt toch helemaal geen kat? Dat klopt, zegt hij, deze is voor mijn vrouw. Wij moet jouw vrouw daar nou mee? Hij zegt, kijk, dat staat erop, voor een glanzende poes. Tot zover de basis. Komen we bij de reservespelers. Ik heb er twee. De eerste is Jacques van Veldhoven. Om tijdens de wedstrijd een goed beeld van de tegenstander te krijgen. En een nieuw licht op de wedstrijd te werpen. En Frank Vogels. Om de wedstrijd in het zadel te helpen. En om hem eventueel op slot te gooien. Dan hebben we nog de medische staf. Afkomstig van het Gijsels Medisch Centrum. Ik heb zelf redelijk schrik van dokters en ik zal u zeggen waarom. Toen ik een jaar of 20 was, was mijn stem altijd hees. Daar ben ik toen een keer voor naar een dokter geweest en dat ging als volgt. Kleed de wagen maar uit, zei die een dokter. Ik zie het al, Dirk. Jouw geslachtsdeel is veel te groot. Dat hangt aan jouw stembanden en daarom heb je zo'n heese stem. Kunnen we daar iets aan doen, dokter? Ja, dat kan, maar dan zal de helft eraf moeten. De helft? Een paar maanden na de operatie zit ik weer bij de dokter. Dokter, ik ben nou wel verlost van die heese stem, maar ik mis toch wel een beetje mijn oude slurf, zal ik maar zeggen. Is er een manier om die operatie terug te draaien? Waarop die een dokter zegt, nee, dat gaat helaas niet meer. Later ben ik nog een keer terug geweest, omdat onze vrouw dacht dat ik traag zaad had. Kreeg ik een potje mee naar huis en dan moest een dag erna vol terug. Ik stond daar een dag later mee dat potje. Hé, zegt die dokter, er zit niks in. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik heb het eerst met mijn rechterhand geprobeerd, toen met mijn linker. Toen heeft onze vrouw het met de rechterhand geprobeerd. Toen met de linker, toen zelfs met de mond en toen heeft ze de tanden nog een keer ingezet, maar wij kregen dat potje niet open. Dus, we hebben een elftal, we hebben reserves en een medische staf, we hebben nog meer. Oh ja, de kantine. Na de eerste training liep ik de kantine binnen. Zitten daar drie van die oude mannetjes aan de bar te buurten. Ik stond net op de wc, zegt de ene. En stond er al 5 minuten naar beneden te kijken. En we denken, er gebeurt helemaal niks. Er komt gewoon niks uit. Tja, de herder wordt als je 60 bent. Hè. Ik heb daarmee het poepen, zegt die andere. Ik eet zemelen, ik slik laxeermiddelen. En als ik dan naar de wc ga, dan zit ik daar een uur en dan komt er gewoon niks uit. Maar ja, de herder wordt als je 70 bent, denk ik. Nou, zegt die leste,
Dan wordt maar dat je 80 bent. Dan wordt het nog veel erger. Elke dag om 6 uur moet ik pissen. En elke dag om 6:30 moet ik poepen. Elke dag! Nou zeggen die anderen twee, dat is toch niet zo erg? Jawel, want ik ben nooit voor 7 uur wakker. Ondertussen is Jan Heijn achter de bar druk bezig met de... Hij is de... Aan het... Doen. Hoe is het, Brouwer? Ja, als ik niet te veel beweeg, dan gooi je het wel. Zeg Jan Heijn, voordat ik het vergeet, wij zouden graag thee in de rust willen. Kan dat? Maak het iets uit welke thee? Nee, als het maar geen gemberthee is. Dat is mooi, want hier bij Audacia zijn wij gemberneutraal. Maar vanaf morgen zijn wij 2 weken gesloten, Dirk, want wij gaan op vakantie. Zeg, oom, waar gaat de reis naartoe? Naar de Canarische eilanden. Wist je trouwens dat ze daar helemaal geen Canaries hebben? Nee, dat wist ik niet. En dat is precies hetzelfde op de Maagdeneilanden. Daar hebben ze ook geen Canaries. De kantine is dicht en de lampen aan de Molenstraat zijn uit. Ik stap op mijn fiets en ik rij richting het dorp. Iedereen die bij Audacia gevoetbald heeft, die kent de route. Langs de camping, rechtsaf als je naar de Hoefkes moet en anders rechtdoor. De industrieweg op, de bocht links achter Van Bommel door, konden bij de aansteden, linksaf richting Gezwienewaai. En de Oostervoortjes, rechter richting het Tjap, de Heidevelden of de Papenakker. Als ik bijna thuis ben, hoor ik ineens een sirene. En word ik recht voor mijn oprit, ongehouden door de politie. Nou meneer, dat ziet er niet goed uit. Geen voorlicht, kost u €25. Geen achterlicht, ook €25. Uw spatbord is niet wit, nog eens €25. Uw remmen werken niet, geen reflectors, geen kettingkaast, geen pakkendrager, maar 1 trapper en geen bel. Je hebt eigenlijk maar een halve fiets. Deze wordt een duur geintje. We beginnen geen uit te lagen, zegt die agent. Ik zeg, kijk daar eens. Daar komt iemand aan die helemaal geen fiets. Mensen, ik ben thuis. Tijd om af te taaien. Dankjewel. Mari. Of, sorry, Dirk. Toast voor jouw publiek. Hij is er vandaag niet, gisteren wel. Erik Deensen, bedankt voor het lenen van jou en van jouw haar. Als je het Gerrit terug wilt, dan roep het maar. Volgende week is de tijd weer daar. Van feesten en hossen en dansen met elkaar. Laten we zorgen dat niemand buitenspel zal raken en dat we samen het verschil kunnen maken. En zie je iemand van zattigheid op de grond liggen te lallen, dan is dat geen zwalbe, maar carnavallen. Proost! Eindhoven, Eindhoven,
en heren, geef hem nog een gigantisch applaus. Mark Bogaerts als Dirk Teynissen!